We zijn bezig met de ontmaskering van de beruchte oplichter Peter D. Het is de tweede confrontatie die ik met hem heb, nadat hij meerdere mensen heeft bedreigd, waaronder zijn oude jeugdvriend Walter, met zelfs doodsbedreigingen. Echt? Als u het niet vermoordelijk hem? Zeg het maar tegen hem. En als u weer zo stoer zijn om mezelf te bellen. Je grafstak. Sterven jullie samen maar, vieze vuile kankerverraders. De nieuwe confrontatie gaat er hard aan toe en ik begin over Caressa. Zij pleegde zelfmoord nadat zij Peter 12.500 euro leende en Peter haar begon te bedreigen. In de vorige uitzending spraken wij de schoonmoeder van Caressa. Ze was echt radeloos toen ik 's morgens bij haar kwam, die dag. Er was iets aan de hand en ik wist natuurlijk niet precies wat. Ik had haar nog nooit zo meegemaakt toen ik aankwam bij haar thuis. Bart Welvaart is advocaat van Caressa's familie. En kijk mee met de confrontatie en de uitspraken die Peter doet over Caressa. Zij heeft jou een berichtje gestuurd nog, met bedankt voor het laatste setje. Toen zat ik vast, lul. Ja. Ja. Maar in die periode daarvoor heeft ze jou geld geleend. Ja, maar je weet helemaal niet waarom. Maar waarom dan? Je weet helemaal niet waarom. Waarom dan? Alsof het relevant is waar hij dat geld voor nodig zou hebben. Kijk, feit is dat hij een schuldbekentenis heeft getekend. Dat hij 12.500 euro van haar heeft geleend en heeft beloofd het de volgende dag terug te betalen. En wij hebben bewijs dat hij in plaats van terugbetalen haar heeft gebeld en bedreigd en uitgescholden. En niet thuis heeft gegeven. En hij heeft dat geld helemaal niet terugbetaald. En een paar dagen later heeft Caressa zelfmoord gepleegd. Dus ik begrijp niet zo goed waarom hij boos is. Ja, ik ga jou helemaal niks zeggen. Kom maar met je, hoe heet dat, met de politie en dat soort dingen. Dan zullen we eens lachen, want je zit overal naast. De advocaat, die is druk met die zaak bezig. Nou, hoe lang al? 1,5 jaar. En dit gaat mee in die zaak tegen jou. Doe maar, dat mag. Mijn advocaat net als alle bedreigingen. Mijn advocaat is ook op de hoogte. Nou, ja. We gaan zien wie er gaat winnen. Je kan zo denegeren doen. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dat is gewoon je hele probleem, Pio. Je moet eens een keer alleen komen, dus... Nou, echt. Sukkel. Rot nou gewoon op. Nou, even voor de... Ik heb normaal met je gesproken, hè. Je had me gewoon kunnen bellen. Maar dat kan niet, want ik heb een ander nummer genomen. Oh, ja, dan houdt het ook op, hè? Ja, dat houdt inderdaad op, maar dat heb ik gedaan omdat ik 40 keer per dag gebeld werd. Door Claudia en door Walter. En mailtjes kreeg van... Ik heb Walter gesproken, hij zegt, ik heb helemaal niet 40 keer gebeld. Nee? Nee. Nou, ik zal je één mailtje laten zien. Walter is helemaal gek van Ajax. Dat was vrij vlot. Nadat ik jou gesproken had. Maar jij roept echt, ik ga zijn strot doorsnijden. Ik vermoord hem. Ik maak hem af. Wat zeg je? Ik maak hem af. Maar goed. Ja, neem het maar goed op, joh. Maar dan heb je toch een enorme steek los. Ik maak hem af. Ja. Je bent toch niet goed bij je hoofd als je dat soort dingen zegt, hè? Hey, waarom zit je nou zo te schreeuwen, joh, sukkel? Denk je dat je indruk op hem maakt? Dwaasbanaan. Flikker toch op, man. Ik heb wel een hoop nieuwe woorden geleerd. Nou, dan weet je toch een hoop nieuwe woorden. Hé, dan weet je toch een hoop nieuwe woorden? Doe even rustig, jij. Dat maak ik zelf wel uit. Dat ik de vorige keer met je gepraat heb en dat je nu weer zo naar me toe komt. Met je Walter. Je moet hem geld schuiven. Het gaat zo goed met Walter. Hoe durf jij te zeggen dat ik Walter nodig had voor, hoe heet dat, die zak? Die heeft mij gebeld, hoor. Ik hem niet. Die vuile, vieze flikker. Nou, ik zeg het, laat ik hem nooit tegenkomen. Nooit. Ik ben blij dat hij aangifte heeft gedaan. Nou, ik ook. Ik ben hartstikke blij dat hij aangifte heeft gedaan. Echt. Dit komt bij de zaak. Ja, nou, dat is hartstikke mooi, joh. Maak er een hele mooie zaak van. Jij gaat jaren brommen. Ja? Nou, we zullen zien of ik jaren ga brommen. Lul. Als je gewoon niet alles weet, moet je gewoon niet overal mee bemoeien. Je hebt zelf 25 jaar oplichting bekend, man. Je hebt het over oplichting bij je moeder gehad. Wat heb ik bekend dan? Je staat godverdomme bij je moeder voor de deur, lul. Dat je moeder hebt... Je loopt in de staat bij ons. Ga je werk doen. Ik doe mijn werk. Ja? Ik kom naar mij toe en niet naar mijn moeder. Eikel. Je hebt Johan opgelicht. Wat? Je hebt Johan opgelicht. Ja, voor 120 ruggen. Ben je wel goed bij je pa, zei man. De politie is bij me geweest toen ik daar vandaan kwam, toen had het over 30 rooien. Nu opeens 120, je had het over 165. 30 rooien, alsof dat niet erg is. Daar gaat het toch niet om? Ja, natuurlijk wel. Alles, je doet helemaal niks, maar hoe heet het? Ik verzin geen hoor, geen hoor, geen wederhoor, niks. Ik ben toch bij, hè? Je komt toen, weet het, voor een caress. Ja, 4 weken later, 5 weken later. Helemaal niet. Maar als je niet weet hoe het zit, dan moet je gewoon lekker je smoel houden en die uitzenden. Nou, wij gaan het wel uitzenden. Nou, dan doe je dat toch wel, joh, lul? Tuurlijk doen we dat. Maar ik zeg het, laat nou gewoon lekker met rust, want je komt me echt mijn strot uit. Ik heb er één keer voor gekozen om met je te praten, maar je wordt echt heel vervelend. Heel vervelend.
Caressa, die heb ik gewoon 3 keer gered van het leven. Maar daar ben je niet achter gekomen. En als hij zegt dat hij haar 3 keer haar leven heeft gered, of heeft voorkomen dat zij zich van het leven heeft beroofd, dan weet hij dus hoe kwetsbaar zij was. En hoe erg zij op het randje zat. En het feit dat hij haar heeft leren kennen in een GGZ-instelling, en eigenlijk in 1 week tijd haar om zijn vinger heeft gewonden en 12.500 euro afhandig heeft gemaakt om haar vervolgens bang te maken en te bedreigen en volgens mij ook te chanteren, geeft wel een beetje de aard van deze man aan. Dus hij kan wel heel hard roepen dat hij 3 keer haar leven heeft gered, maar ze is er niet meer en dat komt door hem. Maar ik geloof daar niks van. Je gelooft daar niks van? Nee. Nee, natuurlijk niet, want je deed de vorige keer ook al zo minderwaardig over mijn gezondheid. Ja, je bent daarna... Nee, hou je smoel, man. Nou praat ik, of niet? Ik vind echt wel dat je heel agressief bent. Ja, ik ben ook heel agressief naar je, dat je gewoon weer daar naartoe komt. Heb je niks anders te doen, joh? Of staat hij daar voor de deur, meneer... Vies smerige padjakker. Pas maar op met die doodsbedreiging. Pas maar op. Het is geen doodsbedreiging, een vieze padjakker. Nee, jij zei ik maak hem af. Nou ja, dat zei je. Dat kan je op verschillende manieren, hè? De volgende keer gaan we je daar denk ik zien. Ja? Nou, de volgende keer zie ik je niet. Neem dat voor mij aan. Je doet je werk maar eens een keer. Je gaat maar eens een keer wat uitzoeken. En als je over Caressa wil beginnen, dan wil ik altijd met je praten. Altijd. Dat mag je bij de rechtbank gaan doen. Waarom moet ik dat bij de rechtbank doen? Jij begint er toch over uitzenden zonder dat je beter wij, doet? Wij zullen de rechtszaak gaan volgen. Ja, daar ben ik heel blij om. Kijk, het is nog altijd zo in Nederland. Iemand die uit het leven stapt voor de 7e keer, ja, daar kan je mij de schuld van geven. Maar zo gaat het niet werken, vriend. Zij heeft ook gezegd dat jij het laatste setje hebt gegeven. Oh ja, joh. Het laatste setje. Ja. Heb je dat zelf niet gehoord? Dat zij dat heeft gezegd? Dat heb ik niet gehoord, dat zij het laatste setje heeft gegeven. Nee, hoe moet ik dat gehoord hebben dan? Het kon zijn dat ze jou nog een berichtje had gestuurd. Nee, ik heb er zondag gesproken. En maandag werd ik opgepakt door de politie voor die schadevergoedingsmaatregel. Toen heb ik ze nog gesproken. En toen zei ik, wacht je tot ik terug ben. Toen zei ze, ja is goed. En daarna heb ik ze niet meer gesproken. En ik kreeg 6 maanden later pas te horen dat ze voor het trein gesprongen was. Dat zij hem heeft bedankt voor het laatste zetje wat hij haar heeft gegeven, is per sms gebeurd. En daar heeft hij op gereageerd. Dus dat is niet op een moment geweest dat hij vast zat of dat hij daar geen kennis van heeft kunnen nemen. Dus hij was daar gewoon van op de hoogte. En hij wist dus hoe kwetsbaar zij was, hoe in psychische nood zij zat. En daar heeft hij mijns inziens misbruik van gemaakt. Wij gaan het volgen en wij gaan elkaar in de rechtszaak wel zien. Weet je trouwens dat ik hier weer ben? Nee hoor. Nee? Nee. Hoe wist je dan dat ik hier was? Omdat je daar was. Ja? We hebben zo onze bronnen. Oh ja, je hebt zulke bronnen. Nou, je moet gewoon op rot en met rust laten. Dat meen ik echt. Oh, en ik zend. Wat zei je de vorige keer wel met je toestemming? Ik geef geen toestemming om dit uit te zenden. Dus kijk maar wat je doet. Je pakt er maar lekker balken op. Want bij iedereen doe je dat en bij mij niet. Nou, je kan zo arrogant aan me kijken, maar voor mij ben je de grootste droplul die er is. Ik licht niet 25 jaar mensen. Ja, nee, jij denkt dat je het mooiste mannetje bent. Ik licht bij mijn moeder niet op. Je denkt dat je het mooiste mannetje bent. Maar dat denk ik helemaal niet. Nee, want ik ga nu gewoon naar binnen. En als ik je nog 1 keer bij me in de buurt zie... Dan? Ja, dat ben ik benieuwd naar. Wat dan? Nou. En dan zonder je mannetjes om je heen. Dan moet je gewoon een keer alleen komen, sukkel. Okay. We gaan het zien. Ja, we gaan het zien. En rot nou op, Eikel. Wij gaan weg. Wij gaan weg en wij gaan jou... Ga maar lekker naar de politie, sukkel. Oh, dat gaan we ook zeker doen. Ja, nou, flikker nou maar op met je camera. Want anders geef ik hem even een poeier. Doe dat maar niet. Nee, dat maak ik zelf al uit. Nee. Dat heb ik wel vaker gezien. Ja. Dan gaan we zien hoe dat afloopt. Ja, opdonderen met je camera. Okay. Draai hem nou om of niet? Wij draaien hem. Want anders heb je hem in je ogen. Rustig aan. Anders wordt er ingegrepen. Doe wie dan? Door jou? Nee, niet door mij. Kom maar jongens, we gaan. Nou, een hele typische reactie van deze Peter. En nu was hij niet zo meegaand. Dit was eigenlijk zoals al zijn slachtoffers hem ook kennen. Bedreigen, bedreigen en nog eens bedreigen.
En dus gaan we opnieuw aandacht besteden aan hem. De politie is bezig met een onderzoek. Dus de kans dat dat heel snel tot een aanhouding gaat leiden is heel groot. En dan gaan wij deze rechtszaak volgen. Want hij verdient een grote straf. Na de confrontatie heb ik contact met de politie over de dossiers van onze slachtoffers. En kort daarna krijgen wij positief bericht. Een hele mooie dag vandaag voor alle slachtoffers van Peter, want hij wordt aangehouden. We hebben informatie in handen gekregen dat hij straks van bed wordt gelicht door de politie. De afspraak is dat we hem niet gaan aanspreken. Ik hoop hem wel achter in die politieauto te zien vertrekken. Genoegdoening voor de slachtoffers. Waar Peter D. tijdens de laatste confrontatie zich van zijn intimiderende kant liet zien, was zijn houding tijdens de eerste confrontatie heel anders. Want toen bekende hij veel van zijn oplichting. Hoeveel mensen heb jij in totaal opgelicht? Ik weet het niet. Maar pak een beet. Misschien 30. 30 mensen? Ik denk het wel. Voor een totaalbedrag van? Weet ik niet. Ik heb het op internet gelezen en er stond de ene keer stond er 3 ton en nu staat er weer 3 miljoen en dan staat er weer 10 miljoen. En waar is dat geld gebleven? Ja, dus we gaan nog gokken en dan het dure leven. Mooie auto's rijden, feesten. Ja, dat wel. Hoe lang heb jij een oplichtersleven geleid? Te lang. Maar pak een beet. Misschien 25 jaar. Tijdens de confrontatie heeft hij dus alles bekend dat hij dus tientallen jaren mensen heeft opgelicht. Dat het om enorme bedragen gaat. Ook zijn moeder nog heeft opgelicht. Ja, en maanden na die confrontatie heeft de politie dus het onderzoek afgerond. En dat betekent dat hij straks in de boeien wordt geslagen. Nou, de grap is dat hij precies tegenover het politiebureau zit. Dus hoef alleen maar de weg over te steken en dan kan hij worden aangehouden. Nou, we weten dat hij niet hier zal worden verhoord, maar op het bureau in Gouda. Dus hij gaat wel met de politieauto worden afgevoerd. Hier komt de politieauto aangereden. Ik ben maanden bezig geweest met het onderzoek en sprak veel van zijn slachtoffers. En gelukkig zit ook het politieonderzoek erop. En ik hoop dat de agenten straks met de oplichter komen aanlopen. Hij vertelde al zijn slachtoffers dat hij miljonair was. Maar hij verbraste al het geld dat hij met leugens en bedrog iedere keer wist te krijgen. Hij wordt zo gepakt. Even later loopt Peter D. tussen twee agenten richting de politieauto. Peter D. is aangehouden. En dat zegt eigenlijk alles. Deze Peter heeft alleen maar vijanden en heeft echt nergens meer vrienden. Nou, dan gaat hij eindelijk mee met de agenten. Het heeft veel en veel te lang geduurd. Hij gaat naar de plek waar hij thuis hoort. Nou, de afspraak is dat ik hem nu niks ga vragen. De deur gaat dicht, gordel gaat om. Mee voor verhoor. Direct na de aanhouding reis ik af naar zowel Walter als Claudia om ze de beelden van de arrestatie te laten zien. Walter, het is allemaal met jou begonnen. Ja. Met Peter. Ja. De eerste uitzending gemaakt, confrontatie gedaan. Ja. Een heleboel gebeurd, weer een confrontatie gedaan. Ja. Ging er weer heftig aan toe. Oké. Okay. Maar daarna kwam er een heel mooi moment. En dat wil ik je graag laten zien. Oké. Okay. Nou, dan gaat hij eindelijk mee met de agenten. Wordt hij opgehaald? Top. En nu maar hopen dat het lang achter slot en grendel blijft. Dat verdient hij. Ja, absoluut, ja.
veel en veel te lang geduurd. Daar gaat hij. Het emotioneert je? Ja, uiteraard. Voor mij is er echt een last van mijn schouder gevallen, moet ik zeggen. Fijn. Ja. Echt heel fijn. Nou, je hebt in ieder geval weer het gevoel dat je weer gewoon kan leven en niet om je heen hoeft te kijken. Hij heeft altijd praatjes gehad. Ja. En ja, nu zegt hij niks. Nu durft hij niet meer, hè? Dat is het verhaal. De ware Peter komt nu naar boven. En hij gaat zijn straf niet meer ontlopen. Ik hoop het niet. En iedereen heeft rust nu. Dat is belangrijk. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Want het is allemaal met jou begonnen. Ja, graag gedaan. Het onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie is inmiddels afgerond. En Peter D. moet zich half december gaan verantwoorden voor de rechter als de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.